Goeiedag, het is nu bijna 2 weken geleden dat het netwerk Integrale Veiligheid van de VSNU adviseerde dat het beter was om geen college meer te geven fysiek op de universiteit. Het kabinet heeft daar ook toe besloten. En wat is er veel veranderd sinds die tijd? Niet alleen heb ik nu opeens thuis hier achter mij een hangende eindexamenleerling zitten, of ja, liggen moet ik eigenlijk zeggen, maar ook is er natuurlijk op de universiteit ongelooflijk veel veranderd. Het onderwijs is bijna volledig op afstand gemaakt en dat is een enorm knappe prestatie. Ik wil iedereen hartelijk danken voor de goede samenwerking die er is in alle netwerken van de VSNU. Onderwijs, onderzoek, HR, veiligheid, de juristen en nu vergeet ik er nog een aantal te noemen. Maar heel veel dank, die verbondenheid, die samenwerking, de connectie, die is heel belangrijk in deze tijd. En samen maken we er zo het beste van in deze tijd en maken we ook een sterker stelsel van universiteiten in Nederland.